Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Terwijl wij kijken naar Cancelo die doorloopt en hem door de benen van Mignolet steekt. Die penalty die doet er dan niet meer toe. Het kon niet blijven duren. En op het half uur dan toch de voorsprong voor Manchester City. En een van die betere, wat mij betreft, bij City. Heeft gescoord door de beentjes. De logische voorsprong voor de Citizens. Geen discussie daarover. Brugge, dat is hem in de vorige twee wedstrijden ook overkomen, op achterstand. Niet schuiven van Diaz. Oh, De Bruyne bijna. En een penalty. Ja, dat was duidelijk. Sokkie in de fout, de bal op de stip. Geweldig hoe ze daar weer door combineert. En ook Kevin De Bruyne die de bal niet lekker kon meenemen. Tegen Mignolet. Daar komt hij. Netjes in doel gelegd. Weinig aan te doen. De rust zelf, en 0 tegen 2. En Mahrez. En dit is wel een zege van Mignolet, maar ook weer zeer binnen zijn bereik getrapt, gelukkig maar voor Club Brugge. Grealish, Mahrez. De Bruyne, gevaarlijk, Kevin De Bruyne erover. De Bruyne met Mahrez. Walker was weer gaan sprinten. Kijk, Walker. En voilà. 0-3. Zo simpel is het. Geweldig gevoetbald opnieuw, je kan het niet anders zeggen. 0 tegen 3. Mignolet, die bal dicht naast zijn lichaam, niet kunnen reageren. Maar wat een doelpunt. Wat een uitgespeelde actie van Manchester City. Sterling lopen. Ja, dat is natuurlijk de snelste. En geeft hem hier met Palmer. Palmer, oh la la. 0-4. Het is ongeveer zijn allereerste poltoets, denk ik, van de jonge Cole Palmer. En hij scoort zijn eerste goal in de Champions League. En de manier waarop hij dat afwerkt, verraadt toch grote klassen. Rustig blijven. Oké, had alle tijd en ruimte, weet ik wel. Maar netjes ver buiten bereik van een goede doelman als Simon Mignolet. Al veel gekeken naar Kevin De Bruyne, zou ik zeggen. Want hij zou het ook op deze manier gedaan hebben. Rustig controleren met rechts en dan wegleggen met links. Dat is mooi van Van der Brent. Vindt hij iemand? Ruud Vormer van Aken. Dan toch een doelpuntje. Voilà, Hans van Aken doet er eentje bij. Nummer 3 in de Champions League. En dat is dan toch dat. Dat gaat Club Brugge niet in de wedstrijd brengen. Maar het is toch een mooie beweging van Van der Brent. Netjes afgerond. Ja, dat kan deugd doen. Gewoon zo'n coach. Ja, als je het zo moeilijk hebt gehad.
twee keer. Bal onderschept. Gundogan voetbalt met Fernandinho. Geen buitenspel van Mahrez. Vlag voorlopig beneden voor de vijfde goal, Mahrez. En nu niet gevlacht. Nee, het is 1-5. Geweldig afgewerkt opnieuw. Nog maar eens hetzelfde concept. Ja. Of recept, zo je wil. En de tweede van Mahrez. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.